Lex, vertel, met welke auto staan we hier? Dit is de eerste auto die met de zon geladen kan worden, maar tegelijkertijd ook een lange actieradius heeft. Dus op de batterij ook veel kilometers kan rijden. En uiteindelijk de truc is geweest om een aantal doorbraken in efficiency te bewerkstelligen, zodat we met veel minder energie kunnen rijden en daarmee op een relatief beperkt batterijpakket toch een lange actieradius kunnen krijgen. En relatief beperkt is hoeveel kilowatt? Ja, dus de precieze batterijcapaciteit zal, ja, we kunnen indicaties geven, dus is ongeveer 2/3 van wat een andere auto in onze klasse zou hebben. En, maar dat zijn de details die later precies wat komen. De auto is nu gelanceerd. Ja. Wanneer zien we de eerste Lightyear op de weg? Nou, de eerste Lightyear is, we hebben nog een lange weg te gaan. Hè? Dus we hebben nog zomertesten, wintertesten, crashtesten, allerlei dingen die we daarvoor moeten doen. Richting productie is 2021 waarschijnlijk, dan kunnen we de productie gaan opschalen. En we doen het wel een laag volume, dus dat is heel behapbaar. Het is niet, we hebben geen grote supply chains die tegelijkertijd bij elkaar kunnen komen. Maar desondanks wordt een mooie uitdaging, die hebben we al genoeg gehad. En je zegt klein volume, waar moeten we dan aan denken? Klein volume is in de orde van duizenden per jaar. En wordt dat nog opgeschaald of is 1000 per jaar het maximum zoals het er nu uitziet? Nou, voor de Lightyear 1 is dat het maximum, maar we vinden het belangrijk om zo snel mogelijk ook naar grotere volumes te gaan. Uiteindelijk zijn een impact gedreven bedrijf, dus we willen uiteindelijk naar schaal toe. En dat kan best wel snel gebeuren. Uiteindelijk de technologieën in de auto's zijn niet inherent duur. Veel zijn nog duur omdat ze nieuw zijn. En de zonnecellen, motoren, batterijcellen zijn allemaal niet inherent duur. Dus dat betekent dat we in de toekomst ook mobiliteit voor een veel grotere groep kunnen gaan. Ja. Het Duitse bedrijf Sono Motors maakt ook een zonneauto. Ja. Voor een lagere prijs. Zien jullie hen als concurrent? Nee, helemaal niet. Nee, ik ben alleen maar blij dat een bedrijf als Sono er is. Ze pakken een hele andere insteek, een andere markt, een andere technologie. Maar uiteindelijk hebben we denk ik al dit soort spelers nodig om een verandering te werk te stellen. Ja. Is er ruimte voor meer merken? Ja, zeker. Ja, ik denk dat het alleen maar belangrijk is. Het is voor een heel groot deel ook een stuk, we moeten mensen opleiden wat er mogelijk is. En ik denk dat als dit soort auto's meer gemengd moeten worden, dan gaan mensen beter begrijpen wat ze eraan hebben. En ook beseffen wat de voordelen zijn. Ja. Dus, graag. De auto komt zo meteen beschikbaar in de zakelijke lease. Ja. Wat kunnen particulieren ermee doen? Er zijn een aantal grote voordelen natuurlijk. Je hebt de lange actieradius die heel fijn is voor mensen die lange afstanden moeten rijden op en neer naar werkafspraak of op vakantie natuurlijk, kan ook. Anderzijds is het voor de mensen die niet in de buurt van laadinfrastructuur wonen, is het voornamelijk, in Nederland is het goed, maar heel veel andere gebieden in Europa is het niet goed. Is dit de eerste auto waarbij je eigenlijk die laadinfrastructuur niet nodig hebt. Dus je kunt opladen of met de zon of met normale stopcontacten. En uit een normale stopcontact trek je bijna 400 km per nacht. Dus dat betekent dat je echt roadtrips kunt maken. De auto kan nu ongeveer 30 dagen rijden zonder op te laden, dus puur op zonne-energie. Zie je dat nog vergroot worden? Ja, zeker. Het is super interessant om te kijken naar wat zonnecellen, hoeveel beter die worden per jaar. We hebben het zelf al gezien de afgelopen paar jaar dat de zonnecellen bijna 10-20% efficiënter zijn geworden. En als je de lijn doortrekt, dan kun je straks auto's maken die nog meer energie van de zon halen. En dat gaat best snel. Ze verwachten iets van 30% verbetering in de komende 5-10 jaar. Dankjewel. Top. Jij bedankt.